Coniferen snoeien we 2 keer per jaar. In mei, juni, augustus en september. Doe dit nooit te diep of te kort. Want je ziet, de binnenkant van de coniferenhaar is dood. Snoei hem daar naartoe af, komt het nooit meer goed. Snoei hem ook niet te laat in het seizoen. Doordat je hem te laat gaat snoeien, krijg je in de stukjes die je afgeknipt hebt, vosschade. En krijg je in het begin van het jaar, dus met uitlopen, een hele lelijke bruine gloed eroverheen. De haar die ik hier snoei, is mooi dicht en compact. Omdat hij regelmatig en op de goede manier gesnoeid is en wordt. Maar wat je vaak ziet bij coniferen, is dat hij van binnen bruin is. Dit komt natuurlijk omdat er geen licht bij komt. Dat stuk van de haar is dus dood. Niet erg, maar je mag hem dus nooit tot op het bruine dode hout insnoeien. Dit hout loopt nooit meer uit en de haar herstelt zich dus niet. Bij het snoeien van zo'n coniferenhaar hou er dan rekening mee dat je maar de bovenkant iets smaller houdt als een onderkant. Dan kan aan de onderkant ook gewoon goed licht bij komen. Bij een coniferenhaar erg belangrijk. Je kunt verschillende manieren kun je hem snoeien. Ik doe het met een motorherrenschaar. Maar je kunt er natuurlijk perfect ook een handherrenschaar of een accuherrenschaar voor gebruiken. Je snoeit eigenlijk alle coniferen op dezelfde manier. Een uitzondering erop is de taxus. Die kun je vaak wat dieper snoeien, tot bijna in het dode hout. Omdat die daar vandaan gewoon weer opnieuw gaat uitlopen. De taxus is dus de enige uitzondering binnen de coniferen. Je snoeit hem op precies dezelfde manier. Je kunt alleen iets rigoureuzer te werk gaan. Ook de conifer kun je met de losse hand snoeien. Of een waterpaslijntje spannen. Dit lijntje volg je met de herschaar.